Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Livarmor. Vandaag gaan we iets nieuws doen in 5M. Ik heb achter mij 5 heel enthousiaste politieagentjes staan die mij graag willen gaan vangen. Ik ga er echt voor zorgen dat dat niet gaat lukken. Het is namelijk politie op je hielen, maar dan online. Ik heb in dit geval de Monroe even gekozen. Dat is een sport classic, dus je gaat redelijk snel. En achter mij staan allemaal enthousiaste agentjes die deze auto zo snel mogelijk klem willen gaan zetten. Ze hebben er zin in. Ik ga zo meteen wegrijden. En ik ga een locatie uitkiezen waar ik ga stilstaan. Daar ga ik mij verstoppen. En ik ga een hint geven voor de agenten. Op het moment dat ik die hint heb gegeven, mogen hun vanaf deze locatie vertrekken. En ga ik wachten tot één van hun bij mij is. Stel er zijn alle bij mij, dan mag ik meteen vertrekken. Stel er is maar eentje bij mij, dan mag ik ook al meteen vertrekken. Vanaf dat moment zetten zij de achtervolging in. En moet ik proberen 7,5 minuut uit hun handen te blijven. Ik weet zeker dat het gaat lukken. Hun hebben er ook nog vertrouwen in dat het hun gaat lukken, maar ik denk het niet. Voor de rest, ja, iemand moet daar gezondheid. Ik ga vertrekken. Er mogen geen wapens worden gebruikt door jullie. Jullie mogen niet vanuit de auto schieten. Ik mag geen wapens gebruiken. Ik heb mijn God Mode. En moet ik wel even uitzetten. Vehicle God Mode, denk ik. Ja, dat is een goeie. Ik denk dat die wel uitstaat. Ik zal gewoon even Invincible uitzetten. Zo, ik ga zo meteen vertrekken. Geen wapens, voor de rest mogen jullie alles doen. Is het duidelijk voor iedereen? Ja. Ja hoor. Ja. Nee. Nee, oké, mooi. Ik zie jullie zo meteen. Veel succes. Goed mensen, ik ga een heel mooi plekje uitkiezen. Op het einde van deze video mogen jullie een nieuw voertuig kiezen. Het is dus helaas wel geen geen gemod voertuig meer, maar het is in dit geval een standaard GTA voertuig. Ik ga twee mooie voertuigen uitkiezen. Nou mensen, ik ben inmiddels op locatie. Ik ga zo meteen de hint doorgeven aan mijn politieagenten. Ik laat hier even de naam zien voor jullie, maar dat is niet de hint die ik ga geven. Maar dan weten jullie ongeveer wat het is. En dan ga ik nu de echte hint doorgeven. En jongens, let allemaal op. De hint, dat is, hier komen alle trauma's binnen. Jongens, dit is Erasmus. Erasmus. Ja, en wie rijdt als eerste? Ja, ik. Even door, is het makkelijker. Oh. Ik hoor dat ze allemaal vertrouwen hebben dat het Erasmus is. We gaan het zien of ze hier ook naartoe komen. Ja, je rijdt wel de verkeerde kant op. Ja, Nee, maar, Oh, ja, welkom is het nou? Erasmus is richting richting strand. Richting ja. Ja. Op het moment dat ik hun zie, gaat de stopwatch aan en gaat de tijd beginnen. En dan ga ik 7,5 minuut mijn best doen om van hun te winnen. Oké, volg mij jongens. Ik rij even op. We gaan nu richting HB. Waar gaan jullie naartoe dan? Want dan ben ik hier kwijt. Ja, wacht. Bij HB. HB wacht ik. Bij de brug. Wacht hier. Het kost te veel tijd denk ik. Nee, maar hij gaat nog niet rijden. Hij gaat pas de tijd inzetten als wij dat zijn. Oh, dat is wel mooi. Dan mag je daar lekker niet blijven staan. Ik ga weinig een koffie drinken. Als één iemand mij, als ik één iemand van jullie zie, ben ik weg. Ja, wie is die om unmarked? Ja, oh, hebben we unmarked? Oh, vuile. Oh, jongen. Ja, ik zie hier unmarked rijden, dus ik dacht. Oh, dat we hebben al een unmarked. Oh, ja. Weet niet of dat kan ook een NPC zijn, maar we hebben ook NPC golfjes erin, dus dat kan ook. Ja, dat is dan als een golf. Ik ga even die golf is des geen ongemarkeerd van ons hè. Wacht, ik ben kan niet meer. Nee, wij gaan nu naar Acacia. Ja, Acacia is niet voor MT. Wat? Nee, dat weet ik ook wel. Waar ga je nou in naartoe? Ja, wacht. Ik ben gedesoriënteerd. Ik weet al waar het is, Ja, je weet wel. Waar zijn we nou dan? Ze hebben er grote moeite mee mensen, ik hoor het al. Kunnen de kijkers ons ook horen? Jazeker! Oh, en die genieten er nu van! Nee, dat weet ik. Oké. Jawel. Weet je waar het is? Moet hij daar naar links? Ja, en dan? Nee, huh? Ja? Wel. Echt, GTA zonder mob is veel te lastig. Oh, is wel echt heel slecht. Ik 15.
Weten jullie? Nee, laat maar. Ik kan niks zeggen. Maar en hier is hij niet, die opnieuw in die straat rijdt. Kijk, maar hier is hij niet bij. Oké, even goed nadenken. Iets waar de trauma's binnenkomen. Ja, maar kijk, ja, wacht, ik ga wel zoeken. Laat mij maar zoeken. Ik zeg wel als ik hem heb. Ja, ik weet het wel. Ja, ik heb, ja, ik weet het wel. Ja. Waar de trauma's binnenkomen, even denken. Oh, hier ook? Oh, sorry. Ik denk wel hier ook, ja. Ja, maar zijn links, links. Hey, nee, kom, kom naar mij, kom naar mij, kom naar mij. Of ja, je weet wel wat is... Ik heb hem, denk ik. Oh, ja, ik weet het. Ja, hebben we. Club, club. Ja, hier zit hij, hier rijdt hij. Waar zit hij nou dan? Daarom geen vakantie. Wat? Nee, ik... Ja, je zei, ik heb hem. Ja, hij staat hier onder de brug. Man. Onder de brug? Hij nu weg. Hij ligt, hij zit dus wel daar. Jezus. Ja, positief. Maar helemaal kijk. Ik zit helemaal aan de andere kant van de stad, joh. Ja, ja, ik zie hem. Capital Boulevard. Capital Boulevard. Richting stripclub, ja. Goed mensen, ik ben vertrokken. Voor de mensen die de tip niet snapten, wij hebben in de roleplay server eigenlijk het Erasmus waar we met alle grote ambulance meldingen naartoe gaan met de slachtoffers. Dus als wij een ongeval hebben, dan gaan wij daar naartoe met een slachtoffer, naar het Erasmus. Dat stond er ook, Erasmus MC. Ze hadden al snel door waar het was. Ja, we zijn, ik ben hem ook kwijt. Waar voor het laatst kwijtgeraakt? Ja, bij stripclub. Stripclub. Zoeken. Ja, ontvangen. Dat moet ook niet te, we moeten ook niet te veel zeggen, want hij luistert gewoon mee. Ja, dus, precies. Dus, dus, ja, hij is in coördinatie werken, dan werkt het wat sneller. Gewoon niks zeggen tot je me ziet, joh. Ja. Jullie mogen mij ook hier uit de channel gooien. Nee, hoeft niet. Nee. Dan is het helemaal, maar goed. Nee, hoeft niet. Ik ben nu een minuut verder. Hier rechts, wat is dat? Wat is hier? Nee, dat is een wacht, nee, is niet. Okay. Maar dus, even heb denken. Ik... Hebben ze me? Nee, weet ik niet. Maar waar? Tip. Tip? Wil je een tip? Ja, tip. Ga ik eens even... Hulplijn. Denken. Ja, tijdrek is dat. Ja, even denken hoor. Zoveel ziekenhuizen. Ik denk dat ik maar eens een lekkere wandeling ga maken bij zonsondergang. Dat is zo mooi op deze locatie. Misschien nog even in het reuzenrad gaan of in de achtbaan. Strand. Bij de nee man, hij is bij de paardenrenbaan. Nee, bij de pier. Wij zijn bij de achtbaan. Wie gaat nou een paardenrenbaan wandelen? Wie gaat daar nou wandelen, man? Ja, dat is mooi. De paardenrenbaan is aan de andere kant. Oké, even gelijk even dorpje van twee kanten. Ja, ik doe hem vanuit... Oh, la la la. Was trouwens ook maar een grapje, hè? Nee. Ik kom zo van een andere gedeelte. Ik rijd met die Audi mee. Met die Volvo. Nou. Ziet dat we onze hebben kwijt. Ja, dankjewel. Voor de mensen die het ook nog niet wisten, hun hebben ook geen map, hun hebben geen namen, hun hebben geen locaties. Oké, we gaan het pakken. Echt. Mogen er geen 10 minuten van gemaakt worden, dan redden we het echt. Ja, ik heb hem, volgens mij. Waar zit je? Ja, geen idee. Kut uit, oud. Heb je, je ziet op onderin en zeg je de straatnaam, vind je niet? Negatief. Dat heb je, sowieso. Tekst iedereen. Ja, maar er zit allemaal teksten door elkaar heen. Oh, bij mij niet meer. Nee, het maakt niet meer. Oké, we zijn er bijna. Ik heb, ja, ik ben even de andere kant gegaan met die twee auto's. Maar zijn we nog op strand of niet? Heel boulevard. Wij zijn bij de heerlijke vondag. Oh, ik wist helemaal niet dat ze ook naar naast me reden. Ik dacht dat ik al wel kwijt was. Ja, even locatie doorgeven. Jongens, wie ja, je hoort zo rustig, man. Hoor ze stressen. Ik heb hier alles onder controle, maar hun duidelijk niet. Boulevard Perro. Rockford. Boulevard gewoon bij het strand bedoel je? Nee. Dit is een hele duidelijke locatie om door te geven. Waar zijn we? Ik ga ze een beetje helpen. Portal. Waar rijden we nu omheen? Waar rijden we nu omheen? Kun je doorgeven als tip? Ik veel. Huis van Michael, ik help jullie. Ah ja, zeg dat dan. Ah, ik ben nog bij het strand, joh. Ja, inderdaad. Oké, je gasten. Ik ben veel te goed voor jullie. Ik zou je tegemoet komen rijden. Ja, is goed, kom maar. Bluff als je dat... Of ga ik toch een potje golven? Ik denk dat ik een potje ga golven. Ja. Yo, dat is mooi. Ja, knap. Ja, golfbaan zijn we nu. Doorzet dreef als het goed is. Ik volg die Volvo. Ja, ik volg het tweede voertuig. Ja, oké. Hier rechts. Nog een keer rechts.
Ik ga niet te veel risico nemen om straten in te gaan. Voor hetzelfde geld loopt het dood. Dus dat gaan we allemaal niet doen. Tennisbaan. Tennisbaan, ja, daar zijn we in de buurt. Oké, van twee kanten. Een 4,5 minuut verder, ga ik er nog volgen, ik denk het wel. Ik heb hier alle vertrouwen in. Tennisbaan is hier rechts. Ik ga toch maar weer een potje golven. Ja, waar is hij nou? Terug golfbaan. Oh, daar dus! Oh shit! Oh shit! Ik toch maar even gaan tennissen of naar het kasteel. Ja, ik heb hem bij de tennisbaan. Bij ja, de parkeergarage. Kut, weg. Kiepas af. Ah, die loopt dood. Oh, sorry mensen. Oh, deze mensen. Ja. Hoogbordje staat daar over. Wat een monster. Achter jullie jongens. Nee, kut! Ja, nee! Ja! Hier komen we! Kassen, laat me voorbij. Hier komen ze. Ja, rijdt, rechtdoor. 5,5 minuut zitten we. Voorbij de begraafplaats. Kruising mee naar de links. Oh nee! Oh nee! Dan ga je klem, joh. Oh nee! Bij de winkelgebied daar zo. Ja, ja, ja. Ja, ik zie het. Derde voertuig, Doe dat voor het helpen. Godver, richting die krant. Ja, laat me langs, staan. Rechtsaf. Ik ga links. We zijn hem kwijt, hoor. Godsamme. We zijn hem kwijt, gaan bij de krant. Ik ga het sowieso mijn kant nu op. Hey, waar gedeeld zit jij? Ik zit nu op Porto de Drive. Richting het centrum, richting. Ik denk dat ik hier maar even bij het ziekenhuis naar binnen ga, want ik ben toch wel... Ziekenhuis. Hij zit hier, even kijken, waar zit dat ongeveer? Ja, ik weet waar het ziekenhuis is. Ik weet waar het is. Ja, dat is de Acacia, waar jullie net zaten. Nee, dat is niet die Acacia. Jawel, dat is het ziekenhuis waar je in kan, volgens mij. Ja, dat is dus. Maar ja, ik ben nu daar, ik zie hem niet. Ik zie hem. Ja, kut, hij is er! Hier. Ik heb hier. Hij gaat bij linksaf richting de binnenstad. Ik ben nu nog bij live gereden. Oké, waar gaan we door dan? Hij gaat rechts. Hij gaat rechtsaf. Hoe lang hebben we nog? Jullie hebben nog 20 seconden. Nee. Ja, klik erop. Oké, hij gaat richting het strand, vanuit de snelweg, als je de snelweg. Zullen we er dan maar 9 minuten van maken? Ja, ja! Als ik nu niet hier tegen een boom knal en jullie me klem zetten. Oh nee. Nee, ben ik kwijt. Oh, daar! Waar is hij? Hij gaat bij die file wijken, gaat hij linksaf, richting jullie weer, richting de... Bij die ja, hij gaat richting de skatebaan, Pak hem jongens, kom op! Oké, we gaan weer... Oh jongen! Voor de mensen die zich afvragen waarom ik nu nooit naar achter heb gekeken, de knop naar achter kijken op mijn controller is hetzelfde als de motor uitzetten, dus dat gaan we niet doen. Eentje heeft de blow aan, maar wil je even uit. 8 minuten zitten we op. Nog 1 minuut. En ik ga nu gebruik maken van mijn auto. Door alsmaar rechtdoor te rijden. En snelheid te winnen. Want ik wil dit van jullie winnen. Ik vind het wel mooi dat het... Oké, dit was heel stom. Ja. Hoe lang zitten we? Jullie hebben 8 minuut... Hier staat een hele grote zeppelin. Oké. 8 minuut 26. Rechts. Ja, blijf niet meer. Hier is de zeppelin. Ik heb de zeppelin hier. Ja, wij zien jullie. Ja, ik zie hem weer. Hij is na de zeppelin linksaf geslagen. Ja, ontvangen, we zien je. Nou, dat gaat even niet meer, jongens. 10 seconden. Moeten... 10? Post-oost. Oké, zet alle middelen in, kom op. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, gewonnen! Ja, de volgende keer wist mij wel anders. De proef die eigenlijk gevonden, ja! Jammer joh! Ik moet zeggen, jullie zien er allemaal heel mooi uit.
Hadden jullie dit maar eerder gedaan, zo agressief. Hadden we misschien nog gewonnen. Groep is niet veel meer over, zeg maar. Groepsknuffel. Nou. Doe maar stoppen. Mensen, ik heb nu in beeld zien jullie twee auto's die jullie voor de volgende keer mogen kiezen. Vonden jullie het leuk? Laat het zeker even weten. Vonden jullie singleplayer politie op hier leuk? Of moet ik beide gewoon doen? Laat het ook even weten. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video zoals altijd. Doei! 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 Doei.